De stedenbouwkundige visie wordt gepresenteerd door Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling en Volker Wessels Vastgoed. Het foodcenter zal getransformeerd worden in een modern afgesloten foodcenter voor de ondernemers. Hier ziet u hoe de fasering zal verlopen. Het gebied is zo vormgegeven dat het foodcenter en het marktkwartier, zoals wij de woonwijk noemen, van elkaar gescheiden zijn. Dat is prettig voor iedereen. Het foodcenter blijft functioneren en bereikbaar voor alle klanten tijdens de herontwikkeling. Op het nieuwe foodcenter wordt circa 100.000 vierkante meter bedrijfshallen gerealiseerd. De bedrijfshallen zullen niet hoger zijn dan 16 meter. De markthal wordt in oude glorie hersteld en voor iedereen toegankelijk. Als eerbetoon aan het monument willen we in de toekomst de oude klokkentoren herbouwen. Er wordt een gevarieerd woonprogramma met circa 1500 woningen toegevoegd in het marktkwartier voor diverse doelgroepen. De woonblokken bestaan uit maximaal 5 bouwlagen met incidenteel een hoogteaccent van 10 bouwlagen. Hierdoor blijven de markthal en het koelhuis altijd van dichtbij en veraf zichtbaar. Bijzonder in het openbaar gebied is de toevoeging van veel groen, zoals de riante marktweide. Ook zijn er extra wandel- en fietspaden, zoals de Landlustroute en de Westerparkroute. Naar verwachting is het gehele gebied gereed na circa 20 jaar. Met trots presenteren wij de nieuwe invulling van het foodcenter. Graag nemen wij u mee naar deze nieuwe plek in de stad. Hier rijdt een werknemer naar zijn werk op het foodcenter. Hij parkeert zijn auto op het dak van een van de hallen. Hier is ruimte voor ongeveer 400 auto's. Vanaf de Haarlemmerweg kunnen de vrachtwagens via de nieuwe hoofdentree op het foodcenter komen. Zodra zij zich melden bij een van de 5 toegangspoorten, krijgen zij van de beheerder een parkeerplaats toegewezen die past bij hun bestemming. De entree geeft direct toegang tot de handelsweg. De vrachtwagens lossen hun goederen aan de achterkant van de hallen. Dit deel is overkapt, zodat er geen last is voor de omgeving. Via de koel-vriesruimte worden de producten voor verkoop aangeboden aan de handelsweg. De klanten kunnen gratis voor de deur parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn speciaal voor hen gereserveerd. Het foodcenter is altijd keurig en verzorgd, dankzij de actieve parkmanager. Alleen de klanten kunnen door de zuidelijke poort via het marktkwartier naar de binnenstad rijden. De zuidelijke poort grenst aan de marktweide en het marktplein. De marktweide nodigt uit tot ontmoeting voor de gehele wijk. De groene weide ligt heerlijk op de zon en biedt ruimte om te spelen en te relaxen. Vanuit het centrum is het gebied prima met het openbaar vervoer te bereiken. Voor bezoekers is de markthal gemakkelijk te vinden, doordat hij vanaf de Jan van Galenstraat uitstekend zichtbaar is. De Landlustroute loopt langs de markthal en verbindt Bos en Lommer met de Staatsliedenbuurt. Het marktplein biedt ruimte aan zonnige terrassen en activiteiten. Zelfs in het vroege voorjaar kun je hier al heerlijk lunchen in de zon. De markthal is makkelijk bereikbaar met de fiets. Maar ook voor de auto zijn er voldoende parkeermogelijkheden. De markthal wordt de nieuwe trekpleister van Amsterdam-West. De ondernemers bieden prachtige producten aan die bezoekers kunnen kopen. Er kan worden overnacht in het markthotel. Workshops kunnen worden gevolgd en kennis over voedsel wordt gedeeld. De markthal vormt een gastvrij decor voor evenementen. Maar bovenal kan er genoten worden van een hapje en een drankje op de terrassen. Zowel binnen als buiten. Naast de horeca in de markthal is het in de toekomst mogelijk een drankje te drinken in het gerenoveerde koelhuis. De kenmerkende tekening van Keith Haring is voor iedereen weer zichtbaar. Met de elektrische boot worden de goederen stil en duurzaam afgeleverd in de binnenstad. De Westerparkroute biedt een optimale beleving van het water en geeft ruimte aan joggers, fietsers en wandelaars. Bewoners kunnen genieten van ruime balkons op de zon. Hun auto staat in de parkeergarage, veilig en uit het zicht. Hier is te zien hoe mooi de woningen aan het water liggen. Het marktkwartier zal vele generaties meegaan. Daarom is duurzaamheid belangrijk. Op de daken staan zonnepanelen en er is een aansluitpunt voor de elektrische auto en fiets. Er is uitstekende isolatie en de woningen zijn voorzien van vloerverwarming. Regenwater wordt hergebruikt en energie wordt duurzaam opgewekt. Ook de bedrijfshallen zijn erg duurzaam. Ze hebben een energieverbruik wat 70% lager ligt dan in de oude gebouwen. De energie wordt duurzaam opgewekt. Het foodcenter is modern en klaar voor de toekomst.
Het Marktkwartier is een fantastische plek om te wonen. Amsterdam heeft een monument teruggekregen en is nu toegankelijk voor alle Amsterdammers. En dat is zichtbaar, dag en nacht.